Hoe is het om eindelijk de waarheid uit te mogen spreken? Ja, heel goed eigenlijk, omdat ik vanaf het begin dat ik hier kwam, heb ik duidelijk aangegeven wat mijn ambities zijn. En in de winter heb ik dat aangegeven zonder bijbedoelingen, omdat ik altijd hoger op wil. En nu de kans eigenlijk is gekomen om naar Ajax te gaan, ben ik daar zeer blij om. En ik denk dat de club daar ook natuurlijk trots op kan zijn dat ze een speler hebben kunnen verkopen naar Ajax. De afgelopen weken was al sprake van die transfer. Hoe lastig is het dan voor jou om daar telkens omheen te moeten draaien? Ja, heel lastig. Omdat we eigenlijk in het begin na de play-offs zouden doen. En toen is het al vrij snel uitgelekt. En voor mij persoonlijk was het heel moeilijk om het eigenlijk stil te houden. En toen na de wedstrijd van Heerenveen hebben we besloten met de directie, met de trainer, dat we het misschien eerder naar buiten kunnen brengen. Dat hebben we gedaan. Ja, want je moest zelfs smoesjes over een dubbelganger verzinnen. Is dat bijna te erg voor woorden eigenlijk? Nou, dat waren geen smoesjes. Ik maakte een grap. Ik lachte daarna. Dus degene die mij interviewde had wel kunnen zien dat het een grapje was. Goed, dan begin je vanavond op de bank. Dan laat je hem direct maar even aan de trainer zien. Nou, dat moet hij niet weer doen, hè? Jou op de bank zetten. Nee, ik had gisteren een gesprek met de trainer en we hebben besloten dat het verstandig is dat ik eerst op de bank begin en waar nodig is zal invallen. En dat heb ik vandaag eigenlijk in de 50ste minuut, volgens mij iets later, heb ik dat kunnen doen en een bijdrage kunnen leveren. Ja, want een lange dag gehad gisteren. Ja, een hele lange dag. Ik was vanaf 6 uur wakker eigenlijk en sliep om 11 uur. Dus een hele lange dag gehad. Maar uiteindelijk goed uitgerust voor vandaag. Hoe was het in Amsterdam? Ja, eigenlijk toen ik daar binnenliep, dan besef je wel hoe groot de club is, hoe mooi de club is. En natuurlijk het contract tekenen is een mooi moment. De gesprekken die ik daar heb gevoerd ook. Dus het was een hele mooie dag. Ken je het stadion al een beetje uit je hoofd? Nou, ik ken het veld goed. Ik heb daar 3 keer gescoord in totaal. Dus hopen dat er meer zullen volgen. Ja, ik ben benieuwd of je dat aantal nog bij kunt houden straks. Ja, klopt. Ik zit dit seizoen al op het hele jaar door eigenlijk. Nu al ontelbaar. Ja, volgens mij 19 als ik het goed heb. Dus ik hoop dat ik deze lijn door kan trekken naar het WK toe. Natuurlijk eerst zaterdag met Europees ticket wil ik hier afsluiten. En dan naar het WK toe en volgend seizoen weer. En dan voor je Ajax-tijd maar het telraampje aanschaffen? Ja, precies. Dat even turven.